Ja, de PVV-fractie die heeft een vraag aan de minister. Wij hebben een aantal weken geleden natuurlijk het afscheid van Femke Halsema prachtig mogen vieren bij haar in haar achtertuin. Een gezellige barbecue was dat. Vanuit dat punt is de vraag gekomen of dat de traditie de patatvrijdag nog steeds georganiseerd gaat worden in het nieuwe jaar 2011. Het is een traditie die al bestaat sinds 2009 en wij van de PVV zouden dit graag in stand houden. En mijn vraag is daarom ook, blijft deze traditie? Dan geef ik nu graag het woord aan meneer Opstelten. Ja, die vraag is mij al meerdere keren gesteld vandaag. Ik heb overlegd met mijn matties Mark Rutte en Maxime Verhagen. En wij zijn tot overeenstemming gekomen dat we de patatvrijdag ook in 2011 laten doorgaan. Elke vrijdag. Ik ben zelf altijd gek op die knakworsten die Rita Verdonk altijd maakte. En daarom lijkt het me geweldig om vanaf deze vrijdag gewoon weer als vanouds bij Maxime Verhagen elke vrijdag patat te gaan eten. Dank u wel. Dan is nu het woord aan minister Henk Lamp. Kamp. Ja, ik wil graag even zeggen dat ik tegen het invoeren van de patatvrijdag ben in 2011. Ik kan me herinneren dat de laatste keer voor het nieuwjaar niet is doorgegaan, omdat er wat vervelende dingetjes zijn gebeurd die keer daarvoor. Ik kan me herinneren dat een groep ministers kroketten en kaasvlees hebben gegooid naar een groep niet verder te noemen ministers, onder wie ik zelf en Jan-Peter Balkenende. Dat vind ik erg jammer en dat vind ik getuige van slechte... U hebt uw punt gemaakt. U mag gaan zitten. Het woord is aan meneer Vraag. Ja, mevrouw de voorzitter, ik moet zeggen dat ik het ongelooflijk fijn vind dat er zoveel belangstellenden zijn die graag de patatvrijdag in 2011 ook weer terug zouden zien willen komen op vrijdag. Zelf ben ik ervoor om patatvrijdag op woensdag te vieren, maar dan zou het natuurlijk geen patatvrijdag meer zijn. Ja, dat was dan een grap. Nou goed, het volgende punt is dat Rita Verdonk natuurlijk niet meer in onze kamer zit. Zij regelt natuurlijk altijd de snacks en de hapjes en de milkshakes. Daar zou ik dan nu graag iemand anders voor hebben. Ja, nou als niemand zich vrijwillig aanbiedt, dan zoek ik zelf niemand uit. Ja, meneer Opstelt, je hebt niks te doen, je hebt je aandacht er niet bij. Ik schrijf jou op voor de milkshakes en de snacks en het frituurvet. Ja, we hebben een verzoek gekregen van de Mark Rutte om in plaats van die biologische troep die Marianne Thiem altijd haalt, gewoon normale snacks in de frituurvet te nemen. En in plaats van de mayonaise saus gewoon de American frietsaus te nemen, omdat die toch vele malen lekkerder is en veel goedkoper. Ja, nou het schijnt dat we toch in een economische crisis zitten. Ik heb er zelf geen last van, maar we schijnen 14 nog wat miljard moeten bezuinigen. Maar goed, zal wel. Goed, en daarom kunnen we beter het Euroshopper-merk nemen in plaats van het AHA-merk. Die geven we in ieder geval het goede voorbeeld. Dus.